al die mensen inspireren, al die mensen een goed voorbeeld geven. Hè? Mm-hmm. En dat is waar mijn succes aan te danken is. We zijn weer lekker onderweg naar een hele leuke ondernemer toe. Met onwijs veel kennis en ervaring, maar liefst 50 jaar ondernemerschap. Zo, dat is nogal wat. En nog steeds vitaal in het leven. En hij heeft een adviserende rol naar zijn kinderen, welke in zijn bedrijf zitten. We gaan namelijk naar Mr. Cool Cat. Ja, wie kent hem niet? Roland Kan. Wij kochten daar al onze kleding, welke ik vervolgens droeg op de middelbare school. Hij heeft op zijn hoogtijdagen maar liefst 600 winkels gehad. Hoe heeft hij dat gedaan? Heeft in de quote gestaan? Staat hij nog steeds in? Heeft ook een faillissement mee mogen maken. Dus kijk vooral verder. Het wordt een hele leuke, inspirerende aflevering. Ah, zo. Roland, allereerst wil ik je bedanken dat we hier mogen zijn. Voor de kijkers, even in het kort, waar zijn we? Waar zijn we aangekomen? We zijn in mijn werkkamer. Ik weet niet of je shot kan doen van de kamer. Dit is mijn kamer in ons support office in Diemen. Hier hebben we een groot deel van onze bedrijven gevestigd. Ja, ik ben 2 dagen in de week nog op de zaak. Ik ben formeel, 2,5 jaar geleden het bedrijf overgedragen aan mijn 2 zoons. 1 eigen tweeling, zijn inmiddels 39. Beter geoutilleerd voor deze moderne tijd. Ja. En ik ben met een mooi woord conciliëri, die familie, ja. Dus, ja, toen ik dat las, conciliëri, ik stond meteen op aan. als we half Italiaan zijn. Wat betekent conciliëri voor jou? Conciliëri is adviseur. Ja, en eigenlijk is het woord... ik ben een enorme fan van de maffiafilms van Mario Puzo. Daar komt het ook vandaan, hè? The Godfather. Ja? En The Godfather, daar is Don Vito Corleone. En Don Vito heeft een jongetje geadopteerd van de straat. Die is advocaat geworden. En die is de conciliëri. Ja, dus zo ben je ook op het woord terechtgekomen? Zo ben ik op het woord terechtgekomen. Ik vond het wel humor. Toen dacht ik, ja, ik wil geen officiële functie. Want als ik voorzitter word van de raad, commissarissen, of ik word, dan ga ik mijn kinderen toch niet de ruimte bieden die ze horen te hebben door het helemaal op hun manier te doen. Mm-hmm. Dus ik denk, ik word conciliëri. En dan conciliëri kan je luisteren, maar hoef je niet te luisteren. De don beslist. Nou, dan zijn mijn zoons de dons. Ik mag alles zeggen wat ik wil. Ja. En de kinderen mogen er alles mee doen wat ze willen. En alles uitvoeren, ja. Ik vind het prachtig, want ja, ik kom het woord eigenlijk zelden tot nooit tegen in Nederland. En toen ik over je las, ik kwam het tegen. Ik denk, ja, briljant. Zo kijk ik tegenaan. Ja, nee, ik vind het echt... Nee, dankjewel, ik vind het ook heel leuk. Maar je bent ook een echte familieman. Ja. En onlangs weer vader geworden. Ja. Op je 70ste. Ja, nou, ik moet je zeggen, dat was niet de plan. Want ik ben 15 jaar geleden van mijn ex-vrouw gescheiden. Die ook mijn soulmate was, heel lang. En op een gegeven moment was het boek op. Was ik dus een paar maanden vrij gezellig. En ik ben sowieso een enorm liefhebber van mooie vrouwen. En mooie vrouwen bedoel ik niet alleen uiterlijk. Nee, ook innerlijk. Hè? Ja, gewoon vrouwen zijn het mooiste wezen wat er bestaat. Sensationeel wat een vrouw aan energie heeft. En ik vind het spel leuk, weet je. Ik hou van het jongetje-meisjespel. Ik ben dus gewoon een ouderwetse man die op vrouwen valt en vrouwen graag charme en met respect omringt. Ja, en gelukkig vallen er ook een heleboel vrouwen op mij. Ja. Dus ik had, dat is ook fijn. Ja, ik ontmoette dus in die vrijgezellentijd ook een heleboel foute vrouwen. Okay. En ja, ik ben ook wel eens onvoorzichtig geweest. En denk, ik zag het toch niet zitten dat een vrouw bij me zou komen en zeggen, Roland, ik heb een verrassing voor je. Dus toen heb ik mijn leidingen dicht laten knippen. Oh. Dicht laten schroeien. Ja, dus ik kon geen kinderen meer krijgen. Ik heb dus met een aantal hele bijzondere vrouwen, waaronder hele foute relaties gehad. Wat associeer je met een foute relatie dan? Nou, een foute relatie is een relatie die niet gebaseerd is op liefde, respect en tolerantie. Hm. Dus iemand heeft een bijbedoeling. Ik ben in 1 echt heel foute relatie gestapt. Maar dat was, en iedereen om me heen zag het, behalve ik. Ik was echt verblind. Maar die vrouw is ook heel goed in haar vak. Want ze is uiteindelijk getrouwd met een miljardair. In ieder geval toen kwam ik dus uit die fase, was ik eigenlijk al een paar jaar kabbalaan studeren. Ik studeer heel veel spiritualiteit vanaf verschillende routes. En het grappige is, het komt allemaal op hetzelfde neer. Mijn kabbala-leraar was verhuisd naar Tel Aviv. Daar was hij hoofd van Tel Aviv geworden. Mm-hmm. Maar hij deed Nederland er nog een beetje bij.
En hij kwam één keer in de zoveel weken, kwam in de Nederland en zat hij in een NH-hotel. Dus ik zei tegen hem, joh, ik zit hier alleen in dat grote huis. Dan ben ik dus van die golddigger af, zat ik dus in die fase dat ik regelmatig een andere dame op verzoek had. En dan logeerde dus die kabbala-leraar bij me. En zei hij tegen me, Roland, ik moet je complimenteren op je smaak. Ik zie allemaal prachtig gebeeldhouwde vrouwen. Ja, het is echt gewoon kunst. Ja, dus dat waren twee letters meer dan ik erachter zocht. Mm-hmm. Maar dat was voor de rest... dus wel, hij zegt, is dit nou hoe jij oud wil worden? En wat zei je toen? Ja, ik dacht, ik neuk me er wat doorheen. Ja. Maar weet je, ik was in een fase terechtgekomen dat ik denk, is this all there is? Ja? Wil ik inderdaad nog 30 jaar zo door? Is dit inderdaad... Ik dacht, nou ja, eigenlijk wat ik wel mis is die echte soulmate. Wat hoort nou bij mij? Nou, het eerste wat ik heel belangrijk vind is dat ik een zelfstandige vrouw heb. Dus die financieel de eigen broek kan ophouden. Dat die niet per se bij me hoeft te zijn voor geld. Dat was mijn eerste voorwaarde. Mijn tweede voorwaarde is iemand die mijn intellectuele niveau heeft. Ik wil iemand hebben met humor. Hè, dat je kan lachen. Ik wil iemand hebben die direct is. Ik wil iemand hebben die ik ook fysiek spannend vind. Mm-hmm. Dus toen ontmoette ik Sherry Ann. Die was juriste, was op de 23ste in het vastgoed gegaan. Had een paar miljoen op de eigen naam staan. Wat ik toen trouwens nog niet wist. Werkte ook nog een paar dagen in de week als jurist bij de gemeente Leiden. Is toen met ze bij mij omging snel mee gestopt. Want ja, het werd ook steeds minder leuk om voor de overheid te werken. Ja, dus, hoe heb je haar versierd? Dat was toch in een restaurant? Nou, ik ontmoette haar. Ik zat in Izakaya te eten met mijn Amerikaanse vastgoedpartner. En twee van mijn drie kinderen hebben in L.A. gestudeerd. En dat was oom Benji, was min of meer oom Benji geworden. Want hij is nu 15 jaar mijn partner. En ja, meer dan een familielid geworden. Dus Benji en mijn kinderen, mijn twee kinderen uit die ook in L.A. gestudeerd hebben... zaten met mij bij Izakaya en de deuren stonden open en het was prachtig, het was 7 augustus. En Sherry Ann komt binnen, prachtige Surinaamse vrouw, zo'n taaietje, prachtig bos met krullen, heel uitgesproken. Nou, boom, ik kijk eraan, ik was meteen wauw. En ik kijk nog een keer en ze gaat aan de bar zitten en ik probeer... me te concentreren op een tafel en te eten. Ik kijk 5 minuten later op. Kijk er zo in de gezicht, zit ze recht tegenover me aan de bar. Ik zat aan een tafeltje, helemaal in de eentje. Okay. En 10 minuten later kijk ik weer, zit ze nog in de eentje. Dus ik zeg tegen mijn kinderen, excuseer me even. Mijn John die zag mij naar haar toe lopen en die stond meteen in de houding. Daar komt zo meteen een enorme bink aan. Want het was wel een soort beeldschone vrouw waar een hoop mannen op zouden vallen, weet je. En dus die denkt, pap gaat zo meteen in de fout. Ik moet hem redden. Toen ik dus naar haar toe liep, ik zeg, mag ik me voorstellen? En ik noemde mijn naam. En ik zag je zitten, ik vind je een hele boeiende vrouw. Ik ben amateur-astroloog, wat ik ook echt ben. Als je me je sterrenbeeld geeft, dan ga ik jouw sterren trekken. En dan gaan we, als je het leuk vindt, morgenavond eten. En dan vertel ik je alles over wie je bent. Nou, wat leuk. En toen zei ze, nou gaat niet lukken, want ik ga morgen naar Tokio. Oh, ik zei, oh. Ik zeg, nou, daar kan ik ook van dienst zijn, want... Ik ging 2 keer per jaar naar Tokio om te shoppen voor mijn winkelbedrijven. Ik was inmiddels, doordat ik in 2017 kanker had gekregen, en dit was 2019, was net schoon. 2,5 jaar niet meer op reis geweest, dat deed mijn zoon Joshua, die ging naar Tokio. Oh, ja. Dus dan zei ze, ja, vind ik eigenlijk wel goed, dus gaf me dat telefoonnummer. Ik heb een drankje aangeboden, ik ben weer terug naar mijn tafel. Volgende dag... heb ik er een berichtje gestuurd. Ik heb meteen mijn zoon Joshua gebeld. Zijn mijn restaurants in Tokio nog oké? Ja, pap, de lijst klopt nog helemaal. Nou, is ik haar mijn lijstje met leuke sushi-bartjes en andere plekken in Tokio gestuurd. En ik zeg, vind je het nog leuk als ik je sterren trek? Nou, oké, dus krijg de geboortedatum en alles. Ja, ik haar sterrenbeeld. Nou, zei ze, klopt helemaal. Maar ik had dus ook dat lijstje gemaakt voor mezelf. Van waar moet een toekomstige levenspartner aan voldoen? En ik vinkte dat allemaal af. Na 3 dagen een uur met elkaar te appen per dag. Voorstel, wij schreven 35 jaar. Klasse, ja. En toen zei ze van... we schreden eigenlijk wel lang. Ik zeg, nou weet je wat, het is heel simpel. Als je er last van hebt, blijven we toch gewoon vrienden. We hoeven toch niet met elkaar een relatie te beginnen. Maar ik vind wel een hele leuke vrouw. Dus als je terugkomt,
Ze komen die vrijdag terugkomen. Vind je het leuk? Dat is volgens de Kabbalah is dat hun Valentine's Day. Dus wij gingen die vrijdag met elkaar op pad. En ze was nog leuker dan ik dacht. Nou, we hebben dat weekend 3 keer gedate. En aan het eind van het weekend was ze mijn vriendin. En dat ging eigenlijk heel snel. En eigenlijk na 2 maanden trok ze bij me in. Nou, en niet lang daarna kwam COVID. En we hadden echt iedere dag zo'n lol. Nou ja, en toen zei ze tegen mij na 2 maanden... Ja, luister, ze was begin 30. Ik heb een paar relaties gehad. Ik ben er inmiddels wel achter dat de meeste mannen die ik aantrek... dat ja, geen sterke persoonlijkheden zijn waar ik tegenop kan kijken... waar ik wat van kan leren, waar ik door geboeid ben... Dus ik stond op het punt om naar de spermabank te gaan. Ondanks ons enorme leeftijdsverschil zie ik het helemaal zitten. Maar ik wil wel moeder worden. Is dat voor jou een probleem? Want als dat een probleem is, laten we dan goede vrienden blijven. Want dat is voor mij mijn belangrijkste droom in mijn leven. Mm-hmm. Moeder worden. Ja. Daar stond ik wel even over na te denken. En wat ga je dan door je heen? Want toen was je 68 jaar. Dus toen dacht ik, ja. Ik heb zometeen geen fulltime job meer. Ik heb wel altijd veel wat te doen, want ik geloof niet in... Ik geloof wel dat je steeds moet blijven uitdagen en ook steeds moet blijven vernieuwen. Ja, is dat eigenlijk... Dus ik zei tegen Gia, luister eens, als ik voor een kindje ga, is het forever. Ja, één keer dat ik gescheiden ben, was mijn dochter 16. Nou ja. En dat ga ik dus, als ik nu een kindje op de wereld zet met iemand... Mm-hmm. Wat trouwens niet zo simpel is. Hè. Ik vertelde dat ik mijn leidingen door had laten knippen. Maar ik had me inmiddels geïnformeerd. Het was allemaal geen probleem. Het is ook we zijn in Amerika geweest voor een IVF-project. Top of state of the art, top of the bill. Want het ging vrij gemakkelijk. We kwamen zwanger terug. Ja. Ja. Mooi. Het kindje is echt heel bewust ons liefdesbabytje. En het is ook een fantastisch kind. En ja, mijn grote kinderen vinden het ook heel leuk. Ja. Dus en ik ben nog steeds geen opa. Dus ik heb tegen mijn zoon gezegd, jongens... Ricazzi, attenzione. Ja? Papa doet er toch 1 keer voor. Ja. Ze kijken goed naar je. Geweldig, toch? Ja. We zijn nu echt huisje, boompje, beestje. Ja. We hebben een hondje, we hebben een kindje. En ik leid een creatief burgerlijk leven. We gaan het over je boek hebben. Heel graag. Over jouw biografie. Ja, ja want... Kaan. Ja. Mijn leven, mijn liefdes, mijn werk. Hoe ben je op het idee gekomen? Want op een gegeven moment ben je als consigliere aan de slag gegaan, Cool Invest. En toen dacht je, ik ga nog een biografie over mezelf schrijven. Nou, dat had een aantal redenen. De belangrijkste reden was het moment dat we dus besloten weer voor een kindje te gaan. Nou, ik ben van plan 100 te worden. Maar er is 1 ding zeker dat niets zeker is. Dat is de enige zekerheid die er is. Die we hebben. Ja. Ja, en die kun je omarmen. Mm-hmm. En vanuit dat omarmen van die onzekerheid, dacht ik, het zou natuurlijk theoretisch kunnen gebeuren dat ik niet ouder word dan een gemiddelde man in Nederland en dat is 80-84. Maar in dat geval is het dan niet mooi als er een document is voor mijn laatste kind waarin het leven van haar vader beschreven wordt. Oh, kijk eens aan. Ja. Dus dat boek dat is dus geschreven vanuit mijn liefde voor mijn kind. Mm-hmm. En ook mijn grote kinderen die hem gelezen hebben. Die zeggen, god pap, dat wisten we helemaal niet. Nee. Ja. Dat boek beschrijf ik zo direct mogelijk hoe ik in elkaar zit. Ja. Ik chineer me voor niks. Goed zo. Ik geloof in fouten maken en ervan te leren. Mm-hmm. En ik geloof vooral niet in je zwaktes wegstoppen. Ik geloof dat je ook je zwaktes... en je schaduwzijde onder ogen mag zien. Er zitten trouwens ook in het boekje een paar hele leuke dingen. Het is een heel modern boekje. Waar kunnen we dat vinden? Er zitten 10 lessen in. Ja. Daar staat een QR-code bij. Ja. Dan kom je op een lecture van 1.5 uur voor de next step... waarin ik onder andere de art of the deal beschrijf. Mm-hmm. Maar in 1.5 uur geef ik je een beeld over ondernemerschap. Er zitten nog 2 QR-codes in. 1 met een uur Joodse humor. En 1 met een klein Duits verhaaltje van een meneer die vertelt hoe politiek in elkaar zit. Hilarisch. Dus naast een heleboel hele leuke foto's. Mooi, over mijn leven, mijn liefdes en mijn werk. Ja? Hoewel ik eigenlijk geen dag in mijn leven gewerkt heb. Nee, ja, ik heb alleen maar dingen gedaan vanuit mijn passie. Ja, ja? Ja. Maar dat noemen mensen werk. Wat zou je graag willen bereiken met het boek? Hè? Stel, nou ja, wat ik sowieso graag bereik in het leven, is dat ik mensen mag inspireren om meer uit hun leven te halen. Heel veel mensen zie ik als levend dood.
nogmaals, die zitten op de bank en kijken naar de wedstrijd. Ja, ja die zitten achter de graan. En ik zou mensen willen uitnodigen om speler te worden. Kijk, je kunt mensen een voorbeeld geven, dat wil niet zeggen dat ze het pakken. Maar ik vind wel dat het mijn taak is om een voorbeeld te zijn. Ik heb natuurlijk in mijn toptijd 6000 medewerkers gehad. Ongekend. Ja, ik heb in mijn toptijd meer dan 20.000 mensen in allerlei landen aan productie gehad. 26 miljoen kledingstukken die in een jaar bij ons verkocht werden. Mm-hmm. Ik heb wel mezelf overtroffen. Ja, nee, ik, absoluut. Ik dacht op 16-jarige leeftijd, als ik 12 of 20 winkels heb, heb ik het helemaal gemaakt. Ja, ja. Dat zijn er 600 geworden. Ja, in hoogtijden. Ja, het is heel bijzonder geweest. Ja. Ik heb dus een fantastische rit gemaakt met heel veel hoogtepunten en dieptepunten. Maar ook de dieptepunten waren hoogtepunten. Ja, omdat je veel geleerd hebt. Omdat je veel leert. Ja. Omdat je er een les van maakt. Mm-hmm. Ja? Ja, en in plaats van dat je in de rol van... Hè, wat ik nu zie, is we hebben een cultuur gecreëerd van veel slachtoffers. Hè, we beschrijven wat er allemaal mis is. Maar we zouden ons moeten focussen op wat ging er niet goed. En hoe kan het beter? Exact. Ja, in plaats van maar iedereen te willen straffen. Of, dat is helemaal niet weet nodig, je, hoe mensen gecanceld worden. Het is niet nodig om je te laten lynchen. Nee. Hè, als jij genoeg kracht hebt. Mm-hmm. Hè, zoals die gek van VI. Ja, John Derksen. Ja? Nou, die wilde ze ook cancelen. Maar het volk accepteert het dan niet. Blijf met je klote poten van onze Derksen af. Ja? Ja. En die is als grote winnaar eruit gekomen. Ik probeer mensen wel eens uit te leggen. Hè? Er is een heel groot verschil tussen klein en kort. Vertel. En lang en groot. Ja, er zijn mensen die zijn 2 meter. Ja. Ja, ik ben 1,71. Ja. Dus fysiek gezien ben ik niet groot. Ik heb een veel grotere geest dan een heleboel mensen van 1,90. Ja, ja. Ja. Ja, dat maakt je weer lang. Ja. Ja. Nee, dat maar maakt me niet lang, dat maakt me groot. Ja, ja precies. Ja. Ja, en zonder arrogant te willen zijn. Ja. Ja. Ik heb meer bijgedragen aan deze samenleving. Ik heb 1 miljard belasting betaald. Ja. In mijn leven. Kun je heel wat mensen van voeden. Dat is ook gebeurd. Ja. Maar respect. Ho maar. Nou, dat krijg je niet in dit land. Nou. Ja. Weinig. Ja. Ze geven mensen medailles die hun welgevallig zijn. Die lid zijn geworden van het sociale clubje van, ja, weet je. Je ziet die lintjesregen. Ja. Mm-hmm. Maar heel eerlijk gezegd, van dit natiehuis wil ik geen lintjes. Maar dat is dan weer mijn visie. Mm-hmm. Ja. Er leven nog een hoop naties onder ons. Echt te veel. Te veel, ja. Echt, ja. We gaan even genieten van de lunchen. Roland, we staan in een mooie tuin. Ja. Ja. Dan toch midden hè, in jouw kantorencomplex. Ja. Wat betekent dat voor jou als je hier staat? Nou, dit betekent een deel leefplezier. Kooikarpen staan voor welstand. Dat is ook iets wat ik uit China heb meegenomen. Dit is een deel van de leefomgeving die we helpen creëren. Er moet een leuke ervaring zijn. Absoluut. Mensen moeten iedere dag genieten van het feit dat ze hier als het een beetje lekker weer is buiten kunnen lunchen. Mm-hmm. Dat ze naar die prachtige vissen kunnen kijken. Dat die kippetjes hier rondlopen. Eitjes leggen, soms kuikentjes. Dan doen we die kuikjes daarin. Weet je, dat ze ongestoord zich veilig voelen. Mm-hmm. Het is een hele fijne omgeving. Ja, zo voelt dat en, ook. En ik geloof dat dat dus ook bijdraagt aan het geluk en het welbevinden van je mensen. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, het straalt dat ook uit en zo voelt dat ook. Dankjewel. Ja, terug naar jouw ondernemerschap, Donald. Ja, dat is toch wel een hele reis hè, die je hebt mee mogen maken. Absoluut. En ik vind het ook fijn dat je die met ons wilt delen. Want je was al op hele jonge leeftijd was je ondernemer geworden. Wat was nou exact de drijfveer dat je dacht... Ik ga ondernemen. Maar wat was jouw drijfveer? Zelfstandigheid. Kijk, het feit dat je... ik geloof niet dat geld gelukkig maakt. Ja? Het is een hulpmiddel. Maar ik geloof wel dat geld zelfstandig maakt. Ja? Ik kan op ieder moment een privéjet huren en overal ter wereld naartoe vliegen. Ja? Ik kan op ieder moment, als ik wil, zelf bepalen hoe mijn lot eruit ziet. Ja, binnen grenzen, hè. Ja, weet je, binnen grenzen van redelijkheid, eerlijkheid en respect. Ja. Maar als de overheid in Nederland besluit dat ondernemers het kwaad zijn in plaats van de welvaart aanwakkeren, ja, dan ben ik niet gebonden aan Nederland. Mm-hmm. Beangstigt me wel, heel veel jonge mensen die zijn absoluut niet van plan om continu gestraft te worden voor hun energie.
Nee. Je wordt hier als ondernemer, als succesvol mens, word je continu gestraft door mensen die geen idee hebben hoe ze het geld moeten verdienen. Gevaarlijke ontwikkeling. Ja, je zegt, nou ja, ik wil de zelfstandigheid. Ja. Dat is wat ik hoorde. Ja. Maar op welke leeftijd speelde dat al? Op mijn 16e, toen mijn ouders uit elkaar gingen, was er opeens geen geld meer. Dat had ik voorheen nooit geconfronteerd mee geweest. Oké, okay. Voor je 16e leefden jullie in een rijk gezin? Nou, goede, welstandige middenstand. Okay. Mijn vader reed in een mooie auto, mijn moeder reed in een mooie auto. We hadden een mooie flat in Amsterdam-Zuid. Mijn opa was een succes. Allebei opa's waren zeer succesvolle ondernemers. Ja. Mijn vader was een echt Tweede Wereldoorlog slachtoffer. Mm-hmm. Geboren in 1928. Ja. En die heeft eigenlijk het bedrijf failliet laten gaan van mijn opa. 14 dat het bedrijf failliet ging, 16 dat mijn ouders uit elkaar gingen. Toen ging ik werken op zaterdags in een boutiqueje op de Nieuwe Dijk. En ik zag dat ik daar talent voor had. Ik dacht, wauw, leuk, mensen komen binnen, gingen met een smile weg. Ja. Ik dacht, ja, dit wil ik ook. En toen zat ik op het Amsterdam Systeem en niemand had daar geld gebrek. Ja. Dacht, zou het dan niet fantastisch zijn als er een tienermerk komt waar tieners die geen geld hebben ook leuk uit kunnen zien. Zo is het idee van Cool Cat geboren. En dat idee heb ik gerealiseerd en daar ben ik erg dankbaar Mooi. Voor dat succesvol is geworden. En toen je in dat winkeltje in Nieuwe Dijk werkte, ja. Waar was je op dat moment goed in dat die mensen met een smel de deur uitgingen? Wat waren jouw skills? Mijn belangrijkste skill is dat ik empathie heb. Dat ik me kan verdiepen in mensen. Dat ik van mensen houd. Dat is een belangrijke eigenschap. Dat denk ik wel en dat leren we mensen niet. Mijn leven van ondernemer gaat erover om het leven van mensen aangenamer te maken iedere dag opnieuw. En daarvoor heb ik andere mensen nodig. Hè? Dus ik heb mijn energie. Ik had eerst een paar medewerkers. Op een gegeven moment in mijn top had ik 5000 medewerkers. En al die mensen inspireren, al die mensen een goed voorbeeld geven. Hè? Mm-hmm. En dat is waar mijn succes aan te danken is. Dat ik gewoon een mensenmens ben. Die 5000, hè, die hebben niet allemaal dezelfde eigenschappen als Ronald Kan. Nee. Dat gaat regelen. Ja. Anders had ik 5000 concurrenten. Ja, exact. Maar er zijn er wel een paar honderd voor zichzelf begonnen. Ja, jongens, het gaat regenen. Ja. We gaan naar binnen. Vind je het goed? Ja, nee, zeker. Ja. Popcornmachine, schoelbakken. Ja. Dit is de Bruine Kroeg. Oh ja. Hier is iedere donderdag en vrijdag is hier bardienst door een afdeling. Wat leuk. We hebben hier schoelbakken, we hebben tafelvoetbal. We hebben hier nog een meetingroom met een pooltafel. Wat een gezellig bedrijf zo. Ja, het is een heel leuk bedrijf. Ja. Ja. Maar toen wij dit pand overnamen van Nestlé, praat ik over ruim 10 jaar geleden. Ja. Toen we dit pand kochten, toen realiseerden we ons dat er meer nodig is dan mensen werk geven. Het nodig is dat mensen betrokken zijn. Als je mensen dingen laat zien, onthouden ze het. Maar als je mensen betrekt, begrijpen ze het. Ja. En betrekken betekent dat je het hele klimaat aangenaam moet maken. Ja? Dus mensen moeten het leuk vinden om hier naartoe te komen. Mensen moeten het leuk vinden om in de gym te kunnen sporten. 'S ochtends, tijdens de lunch en 's avonds. Want dat hebben jullie ook nog een gym. Ja, dat ga ik je laten zien. Ja, leuk. En we hebben dus voor de kroegtijgers hebben een plek. En voor de sportfanaten hebben we ook een plek. En dat geldt qua eten ook. Je kunt hier gezond eten en je kunt hier ook snacken. Maar dat hebben jullie al 10 jaar lang, als ik het zo goed begrijp. Ja, dat hebben we al 10 jaar lang. Dan zijn jullie een van de vooroplopers daar toch? We hebben eigenlijk een soort campus. We hebben een beetje afgekeken van die Amerikaanse bedrijven die het al veel eerder zagen. Nogmaals, je moet het leven van mensen aangenaam maken. Ik wil dat opnieuw. Ja. En je beste klanten zijn je medewerkers. Mm-hmm. Door je medewerkers als klant te zien, voldoe je aan hun behoeftes, zodat zij jouw klanten weer blij maken. Ja, dus de uitstraling, hè? Ja, het is gewoon de energie doorgeven. Ja, ja. Heb je dat altijd al vanaf jongens af aan gedaan? Zat daar ook de groei in van Cool Cat? Dat heb ik gaandeweg geleerd, met vallen en opstaan. Ik heb ook heel veel fouten gemaakt. Ja, maar dat ik was soms ook in het begin heel gehaast en ik liep heel erg voor de troepen uit. Maar dat was toen maar een heel klein troepje. Maar naarmate die troep veel groter wordt, moet je mensen meekrijgen. Ik was niet zo'n goede people manager. Maar is ook lastig hoor, voor de meeste ondernemers is een goede people manager zijn. Die twee gaan vaak niet hand in hand. Nee, ik ben natuurlijk veel meer een pionier ondernemer met heel veel drive. En iets minder gestructureerd. En ik heb toen een hele goede HR-directrice aangetrokken, Barbara. En die heeft mij enorm geholpen, weet je. En ik heb dus zelf ook geleerd om beter naar mensen te luisteren. Ja, belangrijke eigenschap. Ja. Ja. Maar ik ben toch meer een zender dan een ontvanger. Ja. Ja. Dus ik ben beter in de boodschap vertellen dan naar de boodschap luisteren. Maar ik heb tegelijkertijd ook wel veel geluisterd, want daardoor heb ik veel geleerd.
Ik ben meer autodidact. Mm-hmm. Dus ik moet het van mensen horen en zien. En dan kan ik het zelf voor een stuk ook. Dan kun je het zelf verbeelden in je hoofd. Ja. En dan ga je weer verder. Ja. Ja, mooi. Zullen we eens even een potje sporten? Ga mee. Ja. Dit is de gym. Wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, best wel. Ja, oh, maar fijn. Natuurlijk niet tijdens werktijd. Maar wel, hier wordt lekker gesport. Maar kun je hier dan altijd komen als werknemer zijnde? Ja, dan kan je hier gewoon aan de slag. Ja. Lekker. Sport je regelmatig nog? Ja, best wel. Elke dag? Ik boks op vrijdags. Ja. Maandags, woensdags kracht. Of maandag of donderdag, hangt een beetje vanaf. Mm-hmm. En woensdags en zaterdags yoga. Heel goed. En ik heb een zwembadje. Dat houdt je vitaal, hè? Ja, dus boom. Wat me opviel ook, hè, toen we hier naartoe liepen. Jij spreekt veel mensen ook bij de voornaam aan. Ja. Ik vind dat echt heel indrukwekkend. Meen je dat? Ja, vind ik echt heel. Dat ben ik echt serieus. Ja. Dat is heel veelzeggend over jou als persoon zijnde. Maar ik weet dat je de tijd niet kan terugdraaien. Maar stel dat je dat wel zou kunnen. En voor de young professionals die willen ook graag ondernemen. Welke misstappen, als je de tijd kon terugdragen, heb je gemaakt? En zou je de mensen voor willen behoeden? Ik dacht altijd, in mijn naïviteit, dat ondernemerschap ging om bottom line, geld verdienen. Weliswaar mensen, hè? En zijn bedrijf is niks anders dan een groep mensen. En ik dacht van met elkaar moeten we heel profitable zijn. Want hoe meer profitable we zijn, hoe meer we genereren, hoe meer we ook weer kunnen investeren. Ja? Mm-hmm. En toen kwam opeens online. Toen kwam de verkoop via internet. Dat was in mijn ogen eigenlijk postorderbedrijf. Hè? Je verstuurde een pakje. Nou, in mijn ogen waren die postorderbedrijven, dat was een stuk van de retail, maar een klein stukje. Inmiddels hebben we dus de Amazons en de Zolando's van deze wereld, die eigenlijk het hele retaillandschap beheersen. Ik vind het niet een positieve ontwikkeling. Nee, zeker niet, want dat mensenmens, dat is helemaal vanaf. Bingo. Huh? Dus je ziet, dus eigenlijk draait niets meer om mensen. Nee. Alles draait om, systemen, logistiek, structuren. Ja, straks gaan we met drones gaan we die pakjes thuis bezorgen. Steeds afstandelijker. Het menselijke contact is zoek. En ik heb dus daar een enorme denkfout in gemaakt. Ja? Ik dacht dat essentieel was. En dat blijkt helemaal niet essentieel. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook een gevaarlijke ontwikkeling. Als het menselijke contact niet langer centraal staat. Ja, dan bouwen we wel aan een maatschappij die niet is zoals ik hem graag voor me zie. Nee, en daar gaan we toch naartoe. Ja. Of daar zijn we al in. Ja, en ik heb wel het gevoel dat dat nu wel een beetje op zijn retour is. Ik heb het gevoel dat mensen nu, wat ik al eerder zei, dat de wal het schip keert. Dat er toch steeds meer mensen zijn, dat zie je ook aan de laatste verkiezingsuitslag, die hier niet voor kiezen. Nee. Die voor menselijke waarden kiezen. Ondernemerschap is het leven van je consumenten blij maken, beter maken, iedere dag opnieuw. En dat is ondernemerschap. En voor een stukje begrijp ik de drive van vanuit je luie stoel alles bestellen en alles maar weer terugsturen. Maar tegelijkertijd is het een heel asociaal model. Ja, is het ook. Nou, dus de vraag is, wint comfort met als prijs die we betalen een asociaal gedrag? Of vinden we sociaal gedrag en menselijke interactie het belangrijkste? Nou, we gaan de toekomst gaat het zien. Je kinderen zijn nu verantwoordelijk voor Cool Invest, toch? Ja. Daar heb je alles aan overgedragen. Ja. Hoe doen ze het? Waanzinnig. Ja, echt waanzinnig. Had je dat ook voor ogen? Dat waar ze Je draagt een bedrijf natuurlijk. Ik heb het bedrijf 2-3 jaar te laat overgedragen eigenlijk. Als ik nu naar het resultaat kijk. Okay. Ik had eigenlijk toen ik in 2017 ziek werd, had ik het meteen over moeten dragen. En ik heb het overgedragen in 2000. Maar was dat dan een soort trots of zo? Wat je dan nou had? Nee, ik denk dat alles wat goed gaat, doe je te laat. Ja. En alles wat fout gaat, doe je te lang. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb te lang over mijn ik te lang willen blijven regeren. Ik was natuurlijk die oude gorilla die bovenop die berg stond. Ja, en tegen die jongens zei, kom me halen. Ja. Maar de jongens waren heel beschaafd. Zeg maar, papa, naar jou. Dus ik had eerder van die rots af moeten komen. Hey, wat kunnen we van Cool Invest de komende jaren verwachten? Van het bedrijf zelf? Het is steeds meer een investeringsbedrijf geworden. Ja.
Dus goede investeringen en steeds meer in tech. Ja. Ja. Dus online. Ja, al technology. SaaS, abonnementen verkopen voor technology. Ja, stabiel inkomen heb je dan. Ja. Mooie inkomensstroom en steeds doorontwikkelen. Dus dingen die bij deze tijd horen. Ja, ja, daar gaan we wel naartoe. Ja, daar zitten we er middenin. Ja. Ronald, we hebben het al uitgebreid over jouw boek gehad. Mm-hmm. Maar je hebt ons een mooie doelstelling meegegeven. Ja, de afgelopen 3 jaar heb ik een project ondersteund. Dat heet de NIVEC Trial. En daarvan hebben mensen met fase 4 en fase 5 kanker voor meer dan de helft genezen. En nu wil graag het AVL weten waarom geneest de ene nou wel en waarom de ander niet. Daar is heel uitgebreid DNA-onderzoek voor nodig. Dat is een nieuw onderzoek. Dat gedaan wordt door professor Hale, het AVL en zijn team. Daarvoor is dit boekje, de opbrengst van dit boekje. En de bedoeling is om binnen 10 weken een totaalbedrag van ongeveer €60.000 bij elkaar te halen. Ruim de helft is al opgehaald, nu nog de andere helft. Mm-hmm. Als je dus een individueel boekje koopt, bestel het bij vd.nl. VD is een platform van ons. Mijn partners rekenen daar geen kosten voor. Dus dan gaat de totale opbrengst van het boekje gaat naar het Antonie van Leeuwenhoek, het AVL, voor kankeronderzoek. Ook nog iets anders heel leuks. Ik ben inmiddels best een bekende ondernemer en veel mensen vinden het heel boeiend met mij te spreken. Dus ik heb een speciale actie bedacht. Als mensen dan 50 boekjes bij me kopen, dan nodig ik ze uit op de koffie en dan adviseer ik ze en dan signeer ik een aantal boekjes. Als mensen 100 boekjes kopen, dan neem ik 2 uurtjes de tijd of we gaan samen eten of we gaan samen lunchen en dan gaan we uitgebreid praten. En kopen mensen 200 boekjes. Een boekje kost €20. Daar krijg je trouwens 9% btw van terug. Dus voor €1.000 en natuurlijk 50 boekjes, die ze dan ook nog weer aan hun relaties kunnen geven. Koffie met mij en advies. Voor €2.000, 100 boekjes, ga ik uitgebreid lunchen of komen ze uitgebreid een dagdeel bij mij op de zaak. Voor €4.000 neem ik uitgebreid de tijd om ze te adviseren en zie ik een heleboel boekjes. Dus koop mijn boekje. Je kunt, als je die 50, 100 of 150 boekjes koopt, kun je contact met me opnemen. Roland@coolinvestments.nl. Je kunt me ook vinden op Instagram. Voordat ik hem afsluit met je. Ik vind het al heel erg jammer overigens dat ik met je ga afsluiten vandaag. Want ik vond het oprecht heel erg leuk met je. Maar oprecht, ik was heel dankbaar voor jullie bezoek. Oké. Okay, nou, erg positieve energie. Oh, wat fijn om te horen. Ja. Nou ja, dat heb je ook letterlijk aan ons gegeven. Ook aan Tobias, de cameraman. Hij cameraman. Nee, ik vind het echt, echt leuk. En ik hoop dat we nog heel veel van je kunnen horen. 1 laatste vraag nog. Wat kunnen we de komende jaren nog van je verwachten? Ik ben een nieuwe carrière begonnen. Vertel. Ik was natuurlijk heel lang het opperhoofd van Coolcat. En daarna de oprichter van Cool Investments. We zitten dus heel breed in allerlei type businessen. Dat doen mijn zoons met heel veel succes. En vanuit die nieuwe rol Consilieri ben ik een nieuw bedrijf begonnen. Daarin adviseer ik bedrijven. Ik ben nu bezig met een nieuw televisieformat. Oh echt? Waarin mijn vrouw Sherry-Anne en ik. Sherry-Anne heeft televisieervaring opgedaan in The Real Housewives. Het eerste seizoen, binnenkort beginnen de opnames voor het tweede seizoen. Samen gaan we dat nieuwe televisieformat neerzetten. Oh, meen je. Dus dat wordt heel erg leuk. Kun je er wel iets mee van delen? Nog even niet. Okay. We zijn nog bezig met een producent samen om dat in de markt te zetten. Maar de bedoeling is dat van de winter die opnames plaatsvinden. Ik adviseer bedrijven en soms werkt dat op barterbasis. En soms afhankelijk van hoeveel energie komt er geld naar de stichting of in een andere vorm. Dus eigenlijk ben ik een hele ondernemende adviseur geworden. Mm-hmm. En daar maak ik een nieuw bedrijfsmodel van. En met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen mijn kennis te delen en mijn ervaring te delen en te helpen opnieuw te creëren. Dus we zijn nog lang niet met jou klaar? Nee, ik hoop de komende 30 jaar nog een stempel te drukken op mijn eigen leven en dat van anderen. Dat gaat je wel lukken. Vandaag heb ik alles los moeten laten, heb ik Roland lekker aan het woord gelaten, want hij had een briljant verhaal. Ik vond het geweldig om naar te luisteren en ik hoop dat jullie ook genoten hebben van deze aflevering.
Help ons mee. Abonneer, like. Doe het hele pakket op YouTube. Dus help ons mee het kanaal naar het allerhoogste niveau te brengen. En dan zie je mij 2 keer per week verschijnen op je beeldscherm. Bedankt, arrivederci en ciao ciao.